Eerst waren er de boeken van Pieter Aspe. Die vormden de basis voor een tv-reeks. Maar nu die op zijn einde loopt, maakt hoofdinspecteur Van In zich op voor een sprong naar het theater. Uiteraard is het Herbert Vlak die in de rol kruipt van Knorpot Van In. Hij moet de moord oplossen in het theater en krijgt daarbij assistentie van Niels de Stadsbader. Ook het publiek heeft een cruciale rol in de voorstelling. Er zijn, kijk hier, 5 mogelijke daders. Hè. We zijn met 7 in totaal, als we het gaan spelen. Dus er zijn 5 mogelijke. Het gaat erom om te zoeken wie het motief had om de moord te plegen. En het fijne is dat het eigenlijk het publiek krijgt de kans om van alle personages meer te weten te komen in flashbacks. Waardoor zij op een gegeven moment meer weten dan wij. Eigenlijk is dit stuk dus meer een spelletje Cluedo met topacteurs. En de uitkomst van dat spelletje kan per voorstelling verschillen. Dus het is ook heel goed mogelijk dat je op 5 verschillende voorstellingen 5 verschillende eindes krijgt. Want vermits de mensen, de rechercheurs, naar een bepaalde richting duwen, kan het even goed zijn dat de moord op voorstelling A door personage C is gepleegd en dat als je naar een andere voorstelling gaat kijken, dat iemand anders de moord heeft gedaan. Het toneelstuk gaat in première in Brugge, maar is vanaf 16 januari te zien in Theater Elkerlijk.